Eerst gaan we naar Brummen, naar de galerie van Nico Aaldring. Hij heeft de mooiste klassiekers, youngtimers, motorfietsen en exclusieve sportwagens. Van merken uit heel Europa, maar ook ver daarbuiten. Ja, kijk. Hier is alles geënt op luxe. Heb je het gezien? Dat is een Chrysler 300 uit 1961. Dan moet ik opletten, dan moet ik de deur weer dicht doen. Anders de stoel weer terug doen. Anders gaat het. Oh. Dus gaat de deur niet dicht. Ja, dit is een hele bijzondere auto. Hij komt uit de beroemde letterserie van Chrysler. En die begon bij B tot L. Tot 1965. Zou je zeggen, waar is de A dan? Die A die hadden ze vergeten. Ze hadden eerst Chrysler 300 genoemd. En bij de B kwamen ze erachter van, weet je, we maken er lettertype van. Dus de A bestaat in werkelijkheid niet. Dit is zo'n gekke auto met die agressieve snuit. Moet je eens kijken naar een agressief smoelwerk. En die koplampen is typisch eind jaren 50, begin 60. Dat was toen mode. Dat zag je meer. En dan heeft hij toch nog die mooie vinnen. Die in 59 natuurlijk op zijn grootst waren. De 59, alle 59 Amerikanen zijn in principe de mooiste op deze na, vind ik. Omdat die hele grote vleugels hebben. De rock'n'roll tijd. Maar deze heeft nog iets bijzonders. Dat ding heeft 375 pk. Dat zal ik even demonstreren. Ja, Amerikanen, pas op. Kijk, nu rijden we te hard. Zeg maar. De snelheid gaan we niet verklappen. We rijden te hard nu. Om even te demonstreren. Wat een fantastische wegleek dat ding heeft. Het lijkt wel of ik in een weet ik wat, een hele moderne auto rijd. Ongelooflijk. Je bent gewend van die Amerikanen dat ze dansen, sweepen. He, je moet altijd, je kunt er nooit te hard, maar je moet een beetje mee cruisen, zeg maar. Nou, deze auto's stonden bekend om hun luxe en om hun kracht. 7 liter motor, kom op jongens, met dubbele carburateurs, wat een kanon. Dan moet ik wel even die dikke motor laten zien, want die motor is zelfs een kunstwerk. Moet eens kijken. Cross ram inlaten, dubbele carburateurs. Oh, het is ook zo mooi gedaan. Het is zo mooi gedaan. Hoi jongens, hoi. Hebben jullie vakantie? Dus je hoeft niet naar school toe jullie? Nee, hoeft niet. En morgen dan? Staken, ook niet. Morgen ook niet? Nee. Ja, zo leer je natuurlijk. Zo leer je geen donderdag, mevrouw. Hoi, ik ben Nadine. Hoi, Nico Aaldring. Loes. Hoi, Loes. We waren zaterdag de mannen bij u in de gallery. Echt waar? Ja. Toen zag hij je al zitten. En toen hij naar buiten kwam, toen zei hij... Ik moet even gillen als ik buiten kom, want hij vond het al zo te gek. Ik vond het wel vet. Maar we komen nog een keer terug, want we waren er later komen. Jullie mogen net zo vaak komen als dat je wil. Nou. Ja, hè? Hoe vind je dat? Goed. Dat zou ik lekker doen, maar dan hoeft het, nou leer je toch geen donder. Dus dan kun je... Hey! Mogen jullie even staan, je wel, hè? Ja. Mogen jullie even staan, hè? Tuurlijk. Ja, meneer zegt armoede met de huidige modellen. Dat is natuurlijk ook een beetje, hè? Kijk, alles is nu elektrisch en het zijn allemaal mooie auto's. Maar als je aan zo'n auto ziet... Zelfs als je niks met auto's hebt, raak je toch in beroering. Het is gewoon heel mooi. Het is gewoon heel bijzonder. En hoe het gemaakt is, hoe het gemaakt is, hoe het gemaakt is. Ik denk dat dit het mooiste dashboard is wat ik ooit gezien heb. Dit is zo mooi. Dit noemen ze, die bollen hier, dat noemen ze eigenlijk Astrodome.
dus eigenlijk een koepel. Lijkt een beetje op een kaarsstolp, maar hoe verfijnd dit is, al die details, alles klopt. Die auto blinkt uit in perfect leer, perfect chroom, perfect aluminium, perfecte afwerking. En dan zou je denken, Amerikanen zijn altijd een beetje slordig afgewerkt. Nou, deze niet hoor, ik ga het je vertellen. Deze niet. En dan mooie leer, kijk, moet eens kijken. Elke Amerikaan heeft een bank achter. Als het een vierpersoons auto is, of eigenlijk zijn het achtpersoons auto's, je kunt maar naast elkaar zitten. Alleen deze heeft twee stoelen achterin. Toppunt van luxe bij een Amerikaan, dat is het toppunt van luxe. Als ik de vorige eigenaar mag geloven, heeft hij meer dan 100.000 euro in deze auto geïnvesteerd. Zonder de aankoop en restauratie. En hij had geen roest. Zo, dat was goed nieuws. Hij had geen roest en 100.000 euro. En ik moet eerlijk zeggen, het viel mij nog mee. Kijk eens, alles past ook. Het is... Ik ben diep onder de indruk. En tot zover Nico voor vandaag. Zometeen meer Autowereld. Met dan het vervolg van Tommy's avond.